Blue Glider, hier de 32 komt uit. Zeg maar. Aanrijding, trein, persoon, heeft je al meer info? Ja, machinist heeft gebeld. Heeft iets geraakt, de trein tot stilstand kunnen brengen. En die wacht inmiddels op de komst van ons over. Ja, bij al te plaatsen. Nee, negatief, nog aan rijdend over. Oké, wat rijden allemaal mee? Zover ik dorp gekregen van meldkamer spoor, brandweer, politie, ambu, omdat we rekening houden met een persoon over. Ja, dat begrepen. Wij rijden nu met z'n tweeën in het dorp in. Ja, begrepen. Ik ben ongeveer een half kilometer uit over. Ja, begrepen. Ja, ploegleider 33 te plaatsen. Ja, 32 te plaatsen, trein in zicht, staat stil, vlak voor de spoorwegovergang. Ja, top, ik ben er bijna over. Goeienacht. Hey. Ja, als ploegleider is goed is. Hoi. Oh. Hallo. Mag de rijder van de politie staat daar al. Hallo. Al bekend wat we hebben? Ja, negatief. Dan moet je bij mijn andere collega zijn. Ik ben net al rijdend geweest. Ik denk dat de motoragent bij de machinist staat. Dus als u meer informatie wilt, moet u even bij mijn collega zijn. Oké, wij gaan het even met de ploegleider bespreken en hoor je het zo wel. Ja, dat is goed. Oké, heren, als Wim vast naar de machinist toe gaat, kan Jess meteen het spoor aflopen. Dan hoor ik het graag van jullie, ja? Ik ga meteen verhaal halen en je krijgt zo snel mogelijk sit-trap. Ja, top, dank je. Ja, sit-trap was zo object aan. Ik weet niet of die brandweerman even mee kan lopen met mijn collega. Even langs het spoor, kijken wat we vinden. Welke collega? Ja, deze met de zaklamp. Ja, kom er dan. Goeiedag. Yes, goeiedag. Hoi. Gaan een beetje met jou? Ja, een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, spanning denk ik. Ja. Stress. Eerste keer? Ja, eerste keer ja. Okay, goed. Nee, we gaan nog even kijken, want het was geloof ik niet helemaal duidelijk wat er precies geraakt is, hè? Nee, ik reed 130, dus ik zag hem, ja, ik zag niks, want nee. Het was hartstikke donker. En ik hoorde ineens een keiharde knal. Mm-hmm. En ja, toen ben ik maar gelijk op de remmen gegaan en gelijk gebeld. Gelijk in de ankers, ja, goed. Oké, politiecollega heeft jou al opgevangen, zie ik. Ja. Ambulance collega is er ook meteen bij, ook meteen, ja, voor een eventueel slachtoffer. Wij gaan in ieder geval even het spoor nalopen, want ik neem aan dat dat nog niet is gebeurd, hè? Nee, ik ben nog nergens heen geweest. Dat ga ik niet doen. Precies, moet je ook niet doen. Zolang je iets niet hoeft te zien, moet je het ook niet doen. Daarom. Dan gaan wij eens even kijken. Wil jij tot wij uiteindelijk de uitkomst aan jou vertellen? Ik wil alleen weten als het geen mens is, okay. Dan wil ik het weten. Top. Dan gaan wij even kijken. Ja, mijn collega's vangen je op. Mochten er vragen zijn of iets dergelijks, dan komen we zo bij terug. Ja, hebben jullie toevallig iets van een flesje water of zo? Ja, die heb ik wel in mijn auto. Ik geef hem wel. Hier drie collega's. Drie collega's. Ja, ik heb er ook eentje bij. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, 33 proefleider. 33. Ja, object aangevonden gaat om een dier. Als ik het zo zie, rendier. Liggen een stuk over het spoor in. Ja, ik kom met Wim even jouw kant op. Even om, zit aan de linkerkant van de paal. Ja, van het spoorportaal bij 52.9, heel toevallig. Even kijken, positief. Ja, dat
Helemaal top. Ik loop even jouw kant op. Ja, top. Wim, moeten we zo even kijken wat we kunnen opruimen. Ik heb de voorkant van die trein heel goed gezien. Zat daar bloed op? Nou, ik zag niet echt iets. Oké, moeten we zomaar even kijken. Eerst even kijken hoe dat beest eruit ziet. Ja. Die trein staat nog wel gewoon op het spoor, toch? Ja, ja, ja. Ja, hij reed 130, zei hij. Dus het zal een flinke kracht zijn geweest. Nou, je ziet ook wel aan het spoor al dat zand van die noodremming. Dat, ja. Je was te snel trouwens. Ja, ja. Ik was nog op. Kijk. Jij ook? Nee, ik lag net in bed. Ik denk, nou, gaan we weer. Gaan we, ja. Nou, er ligt iets, ja. Ja, ik zie ook al wat bloed hier en daar. Ja, verderop ligt niks meer, toch? Oké, top. Ah, ja. Hoi. Hoi. Ja. Nou, als ik het zo zie, rendier. Impact ja. Moet, ja, hij moet vanaf links af impact zijn gekomen. Ja, precies. Mist de achterpoot, dus die moeten we even gaan zoeken. Wat lag op het spoor? Even kijken hoor. Mijn oor zien liggen, veel bloedplassen over de precies. Oké, nou, zal ik anders even een busje deze kant op rijden, zodat we meteen onze materialen hier hebben liggen? Is goed. Ja, ik loop even met je mee, dan halen we even twee busjes en dan maken we dit even in ieder geval schoon. Ja. Zal ik even een brandrood hier alleen kunnen rijden, dan heb ik nog wat extra werkverlichting. Ja, misschien voor de hoge druk voor het spoor. Ja, klopt. Ook wel handig. Ja. Je maakt klopt, even mee. Dan doen we meteen de machinist even een kennis stellen, want die wil graag weten als het geen persoon was. 32, jij blijft hier? Ja, correct. Ik ben... Top. Dat is 33. Ja. Oh, dat is 33, sorry. Net wakker. Nou, dan kunnen we denk ik alweer dingen gaan afkoppelen, hè? Ja, ik denk als die machinist niks heeft, dat in ieder geval die ambu alweer door kan. Ambu en de politie. Ik wil ook even kijken of dat portaal, dat daar niet al te veel bloed aan zit. Ja, moet u eens goed kijken. Voor hetzelfde geld komt er natuurlijk morgen een andere machinist en die ziet dat en dan is het meteen weer paniek in de tent. Ja. Aan deze kant kijken of er niks op die trein geplakt zit. Ja, precies. En ook even of er toch niks onder, want we missen nog een hele poot. Niet dat die ergens onderdoor is mee is gesleurd. Maar ik zag net zo snel niks liggen. Ja, aan de andere kant ligt ook niks. Nee, dat hadden wij ook al gekeken inderdaad. Nou, wellicht dat de 33 dadelijk die poot vindt. Of een vogel heeft hem al meegenomen, ja. Dat kan ook. Kippenpootjes. Ja, lekker. Maar Wim, als jij dan even de machinist rust gaat stellen? Ja. Maar verder schep alles goed met u, meneer. Hoi. Hoi. Hey, ik heb goed nieuws in principe. Ook wel een beetje slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het geen persoon is. Het betreft een hert. Dankjewel. Ja, hert heeft de klap uiteraard niet overleefd. Maar ik denk dat het ook wel een opluchting voor jou is. Ja, was het beestje wel gelijk dood? Dat hij niet had hoeven lijden? Of hebben jullie hem nog... Nou, gezien de impact gaan we daar wel van uit. Gelukkig, want ja, zo'n beest gun je dat ook niet. Nee, ik ben allang blij dat het geen persoon was, want ja, dat zou je nooit geweten hebben. Nou, we gaan eens goed kijken nog naar die trein inderdaad. En wij gaan even beginnen met de berging. Wat ons betreft de ambulance voor dus is geen persoon nogmaals, dus moet maar even kijken. Ja, precies. Met machines gaat alles ook grijs goed, dus ik denk dat ik naartoe ga of kijken of de volgende al daar weer is. Ja, is goed. Wij gaan in ieder geval richting die kant. Yes, werkt ze nog. Bedankt voor de inzet en tot de volgende. Conducteur, kan jij doorrijden met de trein?
Ja, denk het wel. Ja, hij is, ik zie geen bloed erop. Dus ik zou zeggen, rij naar de remise en bel even meldkamerspoor. Dat jij in ieder geval weer weg bent en dan bel ik zo ook wel dat wij nog op het spoor staan. Dus dat het spoor even buiten gebruik blijft. Doe ik. Ja? Yes. Helemaal top. 33 moet jij. 33. Ja, poot aangetroffen op de zuidelijke kant van het spoor. Ja, 32 meegeluisterd. Ja, meegeluisterd. Ik rijd die kan alvast op. Volg jij? Ja, ik bel heel even meldkamerspoor ondertussen dat wij het spoor even bezet houden. Ah ja, is goed. Dan zie ik jou zo daar. Top. Nou, ik bespreek even snel met de politie. Hoi. Hoi. Ook even voor jullie, ja. Er zitten natuurlijk geen verdere personen in, dus we hoeven niet te ontruimen. Mooi. Daarachter ligt een hert, ik weet niet of je een beetje had meegekregen, die is niet meer helemaal hoe een hert hoort te zijn. Wat zielig voor dat beestje. Ja, het is maar altijd beter dan personen. Ja, dat is zeker waar. Nee. Die machinisten gaan in ieder geval langzaam vertrekken met die trein. Die kan verder rijden. Misschien even kijken, want ik geloof dat de sporenwegovergang niet echt werkt op dit moment, dat die geen signaal krijgt. Misschien dat jullie die even kunnen vrij... of in ieder geval bezet houden totdat die trein gewoon langs gaat rijden en wij dan ik ga even met overleggen en dan gaan wij even naar de spoorovergang en dan houden we even die tijdelijk afgesloten zodat de trein eerst rustig kan rijden. Ja, precies. Er komt in ieder geval op dit moment nog geen andere trein, want wij zijn nog bezig op het spoor, dus dan weten jullie dat. Oké. Cool. Ja. Als jullie nog verder vragen hebben, bel me gewoon gerust. Ja, is goed, joh. Komt goed. Jo, is bedankt. Goed. Jo. Als een van jullie gelijk hier oversteken, heb ik gelijk die poot. Hier oversteken? Ja. Oké, dan pak ik die wel. Voor jullie hoge druk is aangesloten, jullie kunnen zo meteen de slang pakken. Ik heb mijn bekverlichting ook even aangezet. Ja, ik zie het. Mooi film. Ja. Wij gaan beginnen met de berging. De trein die gaat rijden, in ieder geval ook van jou, die zat verder niet onder het bloed. Dus ik denk dat de impact vooral is geweest dat dat beest nog op die paal is geknald. Tot daar het meeste. Daar is ook wel wat bloed. En dus die trein die gaat verder rijden. Dus de rest is al langzaam vertrokken. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nou jongens, als we dan even als Wim even die poot meeneemt, dat we die even in de zak doen. Stoppen we straks dat beest in een zak. Even zorgen dat alles goed schoon is, dat de signalering nog werkt. Dat lijkt er wel, maar dan moet die trein die gaat zo weg, dus even kijken of het dan ook nog werkt. Dan even zorgen dat alles goed schoon is en dan bel ik daarna meldkamer spoor weer om het spoor vrij te geven. Yes. Ik heb hier die poot hoor, ik leg hem achter een busje. Ja, ik heb een zak klaargelegd achterin. Ah ja. Ja, maar even met een beest op tillen, hou ik de zak eronder en dan doe gewoon eerst poot erom en dan geleidend erin. Die zak zit gewoon goed. Ah oh, ja, kijk. En de zak erin. Oké, top. Nou ja. Kan je maar achterin die bus? Even afsluiten. Dat is ook wel handig, hè. Ja, Brand 2, jij hebt hoogdruk klaarstellen. Ja, die kan je eruit pakken. Top. Ik ben uit. Het is wel zwaar, maar... Dan rij ik naar centrale, denk ik, hè, ploeglader. Ja, ik ga het hier afhandelen met Jazz en dan komt alles helemaal goed. Dan breng ik dat beest meteen naar centrale. Voor je mij eens anders naartoe hebben. Bel even meldkamer spoor, even kijken of er misschien ergens nog een dierenkliniek open is. Ja, sure. Je weet het nummer? Staat op sneltoets 7 als het 7. Goed okay. Ja. Ja, kijk wel even anders kijken in de contacten. Komt goed. Is goed, dank je. Tot de volgende. Tot de volgende. Hoi.